Yo, dames en heren, welkom terug bij een nieuwe video van CarPension. En in deze video, ik ga het heel makkelijk doen. Ik ben dit keer niet degene die in beeld gaat zijn en ook niet degene die een sessie gaat doen. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen, want jullie zien, ik ben aan het vissen. Maar ik heb op dit moment even het super druk, dus ik kan even geen nieuwe video uitbrengen. Maar daarvoor heb ik een team met Nicky. Nicky is een jonge jongen van 15 jaar, heeft zijn eerste kanaalsessie gedaan. Instant sessie, het is zijn eerste video die hij gaat droppen. Dus voor jullie, hopelijk, geef even een like op deze video als jullie deze video leuk vonden. En geef ook zeker even tips voor hem, hoe hij zijn toekomstige video's nog beter kan maken. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe deze video gaat. Hij zal een instant sessie gaan doen op kanaal en laat jullie ook zien dat het ook zeker wel kan. Het is zeker mogelijk. Hij laat een beetje zien wat voor online die gaat vissen. En ja, het is verder ook gewoon een leuke zondagse video, om het zo maar te zeggen. Dus zonder enige gekut, ik ga die intro rollen en ik zou zeggen veel plezier met deze nieuwe video. En laat zeker even weten wat jullie ervan vonden. Jongens, later. Yo, dames en heren. Ja, jullie zien het goed. Geen Gerard op je beeldscherm, maar Nicky. Ik ben Nicky, ben 15 jaar oud en ik ben het nieuwe teamlid van CarPension. Ik ben nu alle spulletjes aan het klaarmaken en we gaan zo naar het kanaal toe. Het is een mooie stek waar je alleen met de boot kan komen, dus ik haal zo de boot op en dan laden we alle spullen in en dan zie ik jullie zo. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye.
Nou, dames en heren, zoals jullie zien, we zijn aangekomen. Alles staat. Met één hengel ga ik straks vissen met een tijgernootje en die vis ik hier straks tegen het riet aan. En ander gaat hier op het hoekje, echt 2 meter onder de kant. Dus dat is echt top. Die ga ik vissen met de snowman met de nuts. Van Carp Mission natuurlijk. En die ander met tijgernootjes. Dus ja, die moet eigenlijk wel gaan aflopen. Ik zal jullie nu even de rig laten zien. Zoals ik jullie net al vertelde, ga ik bij de riet. Met deze rig vissen, met de tijgernoot rig, met een halve pupje. Een redelijke XXL tijgernoot met een half pupje. Haakmaat 4 met een rigringetje. Krimkrausje erop. Ik heb dit met een aanstekertje een heel klein beetje gebogen, zodat die inhaak nog beter is. Een heel klein stukje soepele onderlijn. En dit is allemaal stiffcoated van Rage Monkey met aan het einde een anti-tangelsleeve. En eigenlijk precies hetzelfde met de rig hier onder het kantje of het hoekje. Het ene verschil is het aas. Dit is het aas, de nuts. Met een rotpoppupje, ook van Carp Mission, allebei. Hetzelfde een haakmaat 4 en een rigringetje. En ik heb een iets eromheen voor de kreeften. Omdat die nog wel af en toe zit, die wel kreeft. Laatst ook had ik hem binnengehaald. Zat er gewoon niks meer aan. Dus voor de zekerheid doe ik dat er maar aan. Dus ik zal deze hem neergooien. Zo, de hengeltjes liggen in. Ze liggen alle twee echt perfect. Eentje mooi strak in het riet en de ander mooi onder het kantje. Ligt echt, echt fantastisch. Ik hoop dat ik jullie vandaag een mooi vis kan laten zien. En anders niet, zie ik jullie morgen vroeg met een mooie zonsopkomst. Maar voor nu alvast, wel trusten. Goeie ochtend, dames en heren. Het is rond 1:05. Vlogen er in één keer heen, onder vandoor. Op de tijgernootjes. Ik heb de vis nog niet gezien. Hoppa, gelijk er een bijvoeren, visje doet net. Mooi spiegeltje. Maar je moet die vis natuurlijk aan de gang houden. Zo, dames en heren, daar is hij dan. Mooi spiegeltje. Hij is wel vaker gevangen, jammer genoeg. Zijn bekje ziet er niet echt mooi meer uit. Maar dat maakt voor de rest niet uit. Mooi visje. Denk een uitzettertje. Ik ga hem zo nog eventjes wegen. Dus even wat water. Ja, echt een mooi visje. Ik zal jullie even laten zien. Als die mee wil werken. Kijk eens aan. Dit is hem dus. Klein visje. Vloog er echt als een raket vandoor, zo hard. Is wel aardig beschadigd zoals je ziet. Schubjes missen wat los. Dus ik zal de andere kant even laten zien. Dit is dus de andere kant. Eigenlijk bijna precies hetzelfde als de
als de kant die ik jullie net liet zien. Mooi visje, gaat snel weer terug. Ik heb de hengel weer teruggegooid. En hopelijk loopt hij ze nog een keer af. Lekker hoor. Alle spulletjes weer even te drogen naar die vis. Hengeltje ligt weer in. Zoals jullie kunnen zien, hier. Die hengel, de linker. Ja, die vloog er echt eventjes vandoor. Zoals jullie net even zagen, heb ik al wat tijgenootjes gelijk erachteraan gevoerd. Want die vissen die moeten er gewoon op blijven. Ik weet niet of ze er al weer op zitten, ik denk het niet. Maar ja, hopelijk zwemt er nog even een dikke bak langs. En hopelijk ligt hij straks in mijn net. Dus hopelijk tot zo. En anders tot straks bij de eindiging van de video. Zo dames en heren, zoals jullie zien, ik ben weer onderweg naar huis. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie snel weer terug bij een nieuwe video. Laters. Zo jongens, dat was alweer de video. Het was in principe een korte video. Hij heeft wel eerst een sessie gedaan op het kanaal en heeft de vis gevangen. Dus top bezig man. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik zou zeggen, vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal. Want we geven steeds meer nieuwe video's. Die brengen we uit. Maar ook gewoon teammembers kunnen nu maken die video's voor ons ook. Zodat jullie ook allemaal verschillende teams een beetje leren kennen ook. Op dit moment, we gaan best wel lekker met verkoop. Bodies beginnen te rollen, mensen beginnen te vangen. Op dit moment ook echt wel, de nuts is ook echt wel een van de favorieten. In combinatie met de siever. Ik ben gewoon heel druk bezig met al dat soort dingen op te zetten. Met de verkoop uiteraard. Nieuwe shirtjes uit te brengen. En natuurlijk proberen we zelf ook nog even een sessie mee te pakken. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren op Carpmissions kanaal. Want we gaan op zich aardig lekker. Ik weet dat er heel veel mensen aan het kijken zijn die nu nog niet geabonneerd zijn. Doe maar gewoon even, kost je helemaal niks. En je helpt ons zeker uit. Dus voor nu, bedankt voor het kijken. Ik ga proberen nog even een visje te vangen. En ik zeg tot de volgende video. Later!